valt. Hè? Kijk, dit is de taart van Denemarken, heet de buurtkamer. Van harte welkom. Lekker voorbij de taart. Nou, wat zou nou leuk zijn, zet hem hier op tafel. Dat Arthur, René de Vent en ik even met een mes erin staan, snijden wij de taart aan en delen wij de gebakjes voor u uit. Is dat wat? Ja? Oké. Okay. Nogmaals welkom. Hopen we een mooie, plezierige tijd met elkaar. En nou, laten we nog een leuke middag van maken. In vier stukken? Of, ja. Nou, ik ben ontzettend blij dat jullie hier als buurtkamermensen zijn gekomen. Dus ook hartelijk welkom hier in Van Denemarken. Het is best allemaal wat moeizaam verlopen. We hadden natuurlijk eigenlijk al een hele mooie samenwerking doordat jullie in de vuurtoren zaten. Nou ja, en wat we zeiden, ja, we wilden daar, hadden we eigenlijk nodig ook voor wat andere doelen. En heel fijn dat het zo gegaan is dat jullie hier nu zijn. En natuurlijk Matteo en Harold en de mensen om jullie heen, ontzettend bedankt. En vrijwilligers van de stuw, heel erg bedankt. Ook de mensen, volgens mij zijn ze jullie niet, maar van de VG, Verstandig Gehandicaptenkant van de Baal de Borgroep, die naar de vuurtoren gaan nu. Die hebben ook heel veel werk gedaan. En fantastisch mooi dat we dat zo samen, zo snel hebben kunnen regelen. En best wel wat hobbels, maar het is gelukt. Dus daar ben ik heel erg blij om. En wat ik nou zo mooi vind, dat jullie hier zijn, want het past ook heel erg bij de nieuwe vorm van naar elkaar omkijken. Ook binnen, hè, met ouderen. Zorgen dat je als ouderen niet verpietert, niet vereenzaamt, maar dat je juist uit je huis komt, dat je elkaar gaat opzoeken. En dat is mooi. En u bent hier. En u bent hier welkom. Er wonen hier ook heel veel mensen. Ouderen die zijn al, ja, die kunnen helaas niet meer zelf wonen. Want dat vinden ook die mensen jammer. Want het liefst was je altijd thuis gebleven. En ook daar kunnen wellicht ontmoetingen ontstaan. Want ik zie u daar een prachtige tafelbiljart. Hè, dat is mooi. Maar beneden is ook een groot biljart. Maak er alsjeblieft gebruik van. Ga alsjeblieft ook. Dit is jullie huiskamer. Fantastisch, daar kun je van alles doen. Maar maak ook gebruik van andere faciliteiten hier. Er zijn hier ook vaak toneelverenigingen, koren en weet ik veel wat. Als u hier bent, en dat is er, denk er niet van mogen wij wel meedoen. Graag, doe alsjeblieft mee. Leuk. En omgekeerd is het misschien leuk om eens een keer, als u hier iets heeft, om wat mensen die hier wonen te vragen. Kom er even bij. En dat is mooie integratie en dag. Dat is ook eigenlijk een van de mooie doelen hiervan. En daarmee zijn we ook wel weer uniek dat u als buurtkamer hier bent ondergebracht. En ook heel fijn dat Baal de Borg en de stuw zo kunnen samenwerken. We doen het ook op allerlei andere fronten. En ik voorzie erin een hele mooie toekomst. Even nog over de vuurtoren. Er zijn mensen met een verstandelijke beperking van die bij de Baal de Borg wonen en werken. Die maken nu gebruik van die ruimte. Maar ook die mensen participeren mee hier met werkzaamheden die we hier doen. Dus ook die mensen blijven hier zien. En ik weet zeker dat ook daar wel eens dingen gaan gebeuren waar u misschien als buurtkamer dan weer eens even voor uitgenodigd wordt. Wie ik ook nog even wil bedanken, want er stonden nog wat spullen in de vuurtoren. Een bankstelletje en dingen. Eigenlijk spullen die waar jullie niet zoveel mee konden. Dus we hebben met de stuw overlegd van, nou, kunnen we het overnemen? En wij kregen nog een cadeautje, namelijk dat de stuw zei van, jullie mogen het hebben. Nou, Arthur en alle stuwmensen, bedankt daarvoor. Waarderen we enorm en dan krijg je weer een goede bestemming daar op die plek. René, fijn dat je er ook was, want dat is ook leuk dat we vanuit de gemeente die aandacht krijgen. Ja, en ik moet natuurlijk, ja, mijn cadeau, kopje koffie. Maar een karig kopje, er staan wel bonbons, dat is mooi. Maar bij een lekker kopje koffie hoort natuurlijk ook een gebakje. En daarom, Harold, hebben wij... kan de deksel eraf? Ja. Nou, we dat doen. Ik doe een plakbandje onder of zo. Een cadeautje, mag jij... Wilt u het uitpakken? Kijk, bij mannen heb ik altijd geleerd, dan moet je gewoon wat geven. Want anders weten ze niet wat ze willen. Bij dames is dat anders. Dus we willen u graag de keuze zelf houden, maar misschien wilt u even kijken. Wat wordt het? Zo. Ik doe niks onder. Namens de stuw, ik ben directeur van de stuw, met jullie nieuwe plek.
Het is 10 jaar geleden dat wij met het concept buurtkamers zijn begonnen. Waar we zeggen van eigenlijk kunnen mensen met elkaar, met vrijwilligers, overal al plekken ontdekken waar je elkaar ontmoeten. Want ontmoeten, een plek hebben waar je naartoe kunt gaan. Kleine dingen, want leven is toch het belangrijkste wat er is. En zo anders als je dat niet hebt. Complimenten ook aan de wethouder, want die heeft in het begin dat idee omarmd. Nog in het begin nog als raadslid volgens mij. En hebben er ook gesteund, zodat het mogelijk is gemaakt. En zo zijn er op veel plekken. De buurtkamer in Dedemsvaart is in de Julianalaan een centrum begonnen. Maar dat was niet helemaal een goede plek, had ik al snel door. En toen is de beweging op uitnodiging ook van de Baalde Borggroep geweest om naar de vuurtoren te gaan. En ik hoorde daar meteen hele positieve verhalen over. Dat is een mooi plekje. Dus toen we hoorden van nou, wordt wat lastig daar, zouden jullie naar deze plek kunnen, hoorde ik hier en daar wel wat gemompel, maar uiteindelijk begrijp ik dat jullie met z'n allen gezegd hebben, daar willen we wel heen. En als ik hier rondkijk, denk ik dat jullie een mooie plek hebben, goede koffie, dus dat gaat goed. Heel veel plezier en ik hoop dat jullie het gewoon met elkaar redden met de vrijwilligers. En daar waar nodig wil Mathea ondersteunen dat dit door kan blijven gaan als initiatief. Nogmaals. Altijd voor een potje skibbel, hè? Ook dat. En ik voor mij wil Jeroen mijn stokje over. Zullen we het weer dat nu doen? Oké. Okay. Ja, we willen jullie ook wat aanbieden. We hebben 2 dingen. Die is voor wat meer voor de mannen, had ik gehoord. Dat ze dat ja, ook wilden. Dat begreep dus misschien dat een van de heren. Nou, als jij die nou zo verhandelt. Het uit wil gaan pakken. Ja. Ik heb uit de betrouwbare bron begrepen dat jullie dit altijd wel graag wilden. Dus dan pakken we dat nou weer niet. Anders kan ik het nog annuleren. Hij is er niet in, hè? Maar ik heb hem. Ik heb hem in het. Is wel wat klein, hè? Hand. Ja, we hebben hem. Komt eraan. De echte komt eraan. En jullie komen van een andere plek, maar volgens mij is dit, als ik zo rondkijk, nee, dit is echt het huiskamergevoel. Heb je hierbij, de televisie staat aan, de koffie is die kloor. Nou, waar ben je in feite nog meer? Dus ik zou wel zeggen, ik blijf niet lang aan het woord, want ik vind dat jullie zometeen ook wel iets verdiend hebben. En wij met elkaar misschien ook wel. Als het gaat om een kop koffie en misschien nog wel iets anders. Maar ik wil allereerst danken, de vrijwilligers is net al genoemd, die dit mogelijk hebben gemaakt, maar ook de Stuw voor de begeleiding en ook natuurlijk de Baalde Borggroep die dit mogelijk heeft gemaakt. Maar het is een buurtkamer van, voor, door Dedemsvaart, zeg ik dan maar. Dus iedereen is hier van harte welkom. En ook kom je niet uit Dedemsvaart, ben je volgens mij van harte welkom. Hè? Tenminste, als je zo vaak maar van ziet. Ja, hoor. Dus die weet waar dit nou allemaal toe leidt, maar ik feliciteer jullie alvast met deze hele mooie ruimte. En laten we zeggen, over 5 jaar gaan we ook weer bingo doen. Oh, maar dat gaan niet hebben. In december al, hoor. Ik heb meneer Rem. Ja. In december. Overgeven. Waar wil je mee hebben staan? Op de tafel? Ja, maar. Pak die maar, René. Ik ga hier staan, maar dan sta ik weer daar helemaal. En het gaat uiteindelijk allemaal om jullie. Ja, voor jullie een hartstikke mooie plek hier. Mensen, ik ben hier voor verder. Wat zeg je? Ja, maar dat bent makkelijk en dat bent heel snel. Maar ik was laatst, ik kom nog wel eens een keer in buurtkamers. En ik was laatst in Slagaan, daar woon ik ook toevallig. In een buurtkamer. Slagaan die bestond 5 jaar. En toen zei ze al van nou, kom je nog even langs, kom koffie drinken en een taartje eten. Maar toen, net toen het feest was, kon ik niet. Dus je had het zien. Ik kom een keer terug, maar dan wil ik ook een keer meedoen met een activiteit. Dus ik ben een paar weken geleden geweest en heb ik daar meegedaan aan bingo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was best wel weer leuk om eens een keer weer te doen, want ik had het al jaren niet meer gedaan. En het was heel spannend, iedereen was muisstil. En er was ook iemand bij die zei bingo, en het was geen goede bingo. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Maar ik merkte wel hoe belangrijk het is voor mensen om gewoon leuk met elkaar te praten, maar ook dingen te doen. En tegelijkertijd ook wel eens, ja, een aantal mensen kennen elkaar nog niet zo goed, om gewoon kennis te maken met andere mensen. En misschien ook wel eens een keer iets uit te rusten met elkaar, die zeggen, goh, ik loop hier tegenaan, jij misschien ook, kunnen we dat eens een keer ergens bespreekbaar maken. In de nieuwe buurtkamer, mooi dat jullie met z'n allen vanaf de oude locatie hier naartoe zijn gekomen. Ik hoop dat jullie het mooi vinden, ik was blij verrast toen alles opgeknapt was en feestelijk aangekleed was. Ik ga straks eerst het woord geven aan onze wethouder, René de Vent,
Maar ik wil eigenlijk als allereerste nog even een applaus voor de vrijwilligers van de buurtkamer. Want die hebben echt heel veel werk gezet om dit voor elkaar te krijgen. Ik ga even uit beeld. Ja, dat is het. Gaan we opeten. Ja.